Theo Linscheer is gisteravond wederom gekozen tot voorzitter van het bestuur van buitensociëteit Het Park. De weg naar de verkiezing is niet zonder slag of stoot gegaan. Linscheer moest het opnemen tegen Mark Revos. De verkiezingen zijn heel ordelijk en rustig verlopen. Onze nieuwsdienst verneemt dat het park als filosofie heeft dat in een vereniging van vrienden er geen verkiezingen passen. Daarom is het altijd zo geweest dat er geen verkiezingen worden gehouden. Dit is ook in de statuten opgenomen. Linscheer, die de afgelopen 2 jaar als voorzitter heeft gediend, heeft zich herkiesbaar gesteld. Hij verwierf 53 van de 92 stemmen en werd daarmee gekozen tot de nieuwe voorzitter. We konden nog de gekozen voorzitter, nog de tegenkandidaat bereiken voor commentaar. Een lid van het park heeft onze nieuwsdienst meegedeeld dat na de verkiezing van de voorzitter er een consensuslijst samengesteld kan worden. Dit houdt in dat leden van beide lijsten het bestuur kunnen vormen. Het is echter nog niet duidelijk wat de lijst Revos zal beslissen.